Ja. Hallo mensen, Aker Gaming hier. Welkom bij dit keer de eerste aflevering van een Craft DIA. Geen idee hoe je het wil noemen. Wij gaan van die kleine, zo'n formaat, mini, Elemental Galaxy. Verzin er maar wel op. Helaas heb ik geen voorbeeld bij me, dat vind ik erg jammer. Dus. We gaan even beginnen met wat we nodig hebben. En dat is nodig. Zulke flesjes. Ik heb deze gehaald bij het winkelcentrum Zuidplein. Bij een winkel genaamd Jurgen volgens mij. Maar ook van dit Koton pluispel nog. Dat spelletje. Ja. Dat pluispel van wolkjes. verf, acrylverf. Voor deze ga ik trouwens de kleur blauw en wit gebruiken. Je kunt ook drie kleuren gebruiken, maar ik doe dikke met twee. Want de kleuren gaan natuurlijk mengen. En om ze ook een beetje te laten mengen, gebruik ik water. Natuurlijk ook van penselen. Maar om het water in het flesje te krijgen, natuurlijk in zo'n klein flesje, gebruik ik dit. Je hoeft het niet per se te hebben, maar ik vind het toch wel iets handiger. Waarbij hier zitten glitters in. Dit komt omdat ik in een met alcoholtrucjes glitters heb gebruikt. Dus helaas zitten in dit water glitters. Oh. Nou, ik ga eerst even natuurlijk de verf op dit doen. Je kan ook gewoon een blaadje gebruiken of gewoon karton. Maar ik gebruik dit. Dat vind ik wat makkelijker. En dan is de wit erop. Dan ga ik even kijken of mijn camera iets lager kan. Oh. Niet dus, wacht. Ik ben een klein beetje verkouden. Dus ik ben een beetje stoppelig. Oké, dat lukt wel. Nou, dan ga ik natuurlijk eerst deze over hier. Ik heb deze nog niet schoongemaakt, dus dat zie je nog. Je hoeft er niet heel veel te doen. Tenminste, als je kleuren gaat mengen, dan duurt het natuurlijk wat meer erop. Deze heb ik, als ik goed heb, bij de Action vandaan. Maar ja, je hebt ze ook in kleine setjes. Ik zal even één setje erbij pakken. Kijk, dit setje kun je bijvoorbeeld ook kopen. Dat zijn gewoon veel meer kleuren. Klein vers, maar meerdere kleuren. Ook bij de Action trouwens. Ik ga de blauw door doen. Ik zie iets meer. Nou. Gaan we beginnen. Zorg trouwens niet dat je echt van joekels elkaar kast gebruikt. Pas dan met kleine haartjes is genoeg. Deze is wat breder, maar probeer zo klein mogelijk. Of tussen, het is weet je het jezelf wil, maar. Oké, dan gaan we eerst even een beetje dit even wegleggen. Waar is mijn andere? Dat is mijn andere pistooltje. Doe ik er ook gewoon even in. Nou. Doe het flesje open. Eerst had ik dus eigenlijk een klein beetje water erin doen. Verf kan je ook al zo doen, maar ik doe echt een klein beetje water in. Hoeveel het water die je doet, dat verschilt. Het ligt aan hoe goed je het wilt laten terugvloeien. Ik doe er nauwelijks wat water in. Oh. Dan gaat het beginnen of je daar zeer weinig in te doen. Niet gelijk heel veel doen. Je moet trouwens niet schrikken als je de eerste keer niet mooi wordt. Dat gebeurt altijd bij de eerste keer. Het is namelijk een proefversie. En het verschilt altijd per klein botteltje. Dus het is eigenlijk ook nooit altijd precies hetzelfde. Het verschilt altijd. Nou. Dan neem ik deze als eerst. Zo. Het is misschien ook wel handig om een stukje wc-papier of doek bij te hebben om de kwastjes af te drogen als je ze nat maakt. Ik heb dat momenteel niet, dus. Ja. Laten we eerst beginnen met de blauw. Als je het thuis in gaat, dan probeer je opening zo veel mogelijk te vermijden. En dan gaan wij de binnenkant van het flesje blauw maken. Niet het hele flesje. Eigenlijk zo min mogelijk. Doen we deze even hierin. Oh.
Ja, nu gaan we de kot op. Je kan in het begin zo verzoomen. Geloof me, je gaat later meer nodig hebben. Dus we doen gewoon zo'n plukje. Nu hebben we wel opnieuw de penseel nodig. Ja. Je kan vieze handen krijgen, dus dan moet je een beetje tegenin. Ik doe het met de achterkant van het penseel. Dan doen we dit erin. Zo, precies daar. En dan gaan we eigenlijk een beetje, ja, roeren. Probeer de kluitje om te draaien. Zo. Gewoon blijven roeren. Dan maken we hem weer even plat zodat hij de bodem blijft liggen. Dan krijg je dit. Hier zie je het wol. Ik gebruik weer een klein beetje van dit spul. Ik maak dan meestal opnieuw het kostje nat. Omdat ik het flesje een beetje van binnen schoonmaak. Zo. Oké. Nu gaan wij met de wit. Probeer wel te zorgen dat je met de witte kleur zo min mogelijk het blauw aanraakt. Want ik ga dat doen. Ik neem altijd een gigantische dot. En dan probeer ik dan gelijk op de blauwe laag te deppen. Gewoon deppen. Want in het begin is het meer de bedoeling dat je die kleur zo veel mogelijk probeert te ontwijken. Daarna pas gaan we zo de ronde. Nu doe ik er iets meer verf op, want dan merkte ik wel dat ik wel verf ontbrak. Dan gaan we hier leuk weer het dingetje rond. Dan zorg dat het helemaal een beetje. Wow. Je ziet, de helm is helemaal wit. Dat is de bedoeling. Zo. Ik laat het kastje even hier buiten liggen. Nou, dan pak ik weer een wol. Denk ik meer. Ik trek dit een beetje uit elkaar. Maar denk ik een veel grotere dot. Dan doen we weer hetzelfde liefst als met de eerste keer. Dan gaan we weer roeren. Met witte kleur. Zeg je niet dat je dat heel veel hoeft te doen. Oh. Nou, doe even meer, dikker veel meer water erop. Maar doe hem toch dat een beetje. Zorg dat dat weer. Zo, moet je het even helemaal plat drukken. Opletten. Hier op dit gedeelte, dat stukje wordt wit te zijn, maar dat is door, door het water gedeeltelijk blauw geworden. Dat is mooi. Oké. Nu ga je dus weer een blaadje blauw doen. En dit proces haal je eigenlijk meerdere keren.
De hoeveelheid wol en verf die je kunt verschilt. Doe je veel, dan krijg je dikke laagjes. Doe je weinig, krijg je dunne laagjes. Dat verschilt gewoon echt per wat je wil. Dit trek je even helemaal uit elkaar. Dan zie je even een bergje hebben. Nou. Nee, gaan we de bladerslag. Ik ga er nog veel meer op doen. Zo, ik ga denk ik echt veel meer blauw verf doen dan voorheen. Oh. Ik wil kijken wat voor effect dat krijgt. Je ziet, de bovenkant dat is vies, maar komt er zelf goed. Nou, dan gaan we eerst laag 1 doen. Met de eerste wol kun je altijd de bovenkant een beetje schoonmaken. Dat is 1. Geen zorgen als een potje gelijk vol zit, dat komt vanzelf. Door de verf wordt het eigenlijk weer kleiner. Je ziet gelijk dat het helemaal vol is. Geen zorgen. Geen schrik. Wow. Nou. Ik ga even het kastje weer zo goed mogelijk schoon te maken. Dan gebruik ik wel even wat van dit wol. Om het een beetje droog te krijgen. Oh. En dan gaan we hetzelfde liedje doen met deze blauw. Geen zorgen, het is in het begin nu wat moeilijker. Want het zo moeilijk is, ik doe er water op. En dan gaan we gewoon hier weer roeren. En dan gaan we even een beetje plat. Dan pakken we even wat water. Dan kunnen we tot nu toe hebben we dit. Oh. Je ziet het helemaal blauw is. Je gaat dit percent nog 3 keer halen voordat het echt helemaal vol zit. Dus dat gaan we nu doen. Dan gaan we weer met de witkast. Oh. Gaan we weer natuurlijk de wit en dit percent halen een aantal keer door. Waar weer water op doen.
Oh. Dit keer ga ik eigenlijk minder proberen erop te drukken. Ik ga gewoon eigenlijk zo min mogelijk erop proberen te drukken. Ik ga daar gewoon echt een kleedeboel van maken. Gewoon te kijken wat we krijgen. Maar ik denk als je minder laagjes erop doet, dan krijg je denk ik ook, hoe zeg je dat? Ja, beter resultaat. Oh, daar natuurlijk op je vinger zitten. Ga weer roeren. En bij de laatste laag gaan we eigenlijk letterlijk gewoon al onze witte verf gebruiken. Er komt zelfs nog witte verf tekort. Naar mijn idee. Ho. Oh. En wat ik nu gewoon ga doen, ik pak gewoon de tube. Ik ga het er gewoon in het potje doen. Ho. Oh. Eigenlijk hoeveel je het in doet, op welke manier je het in doet, dat mag je eigenlijk meestal zelf bepalen. Je kan op verschillende manieren uittesten, kijken wat gewoon het beste lukt. Oh. Oh. Ik heb er nu zelfs veel verf in gedaan. Als laatste. Oh, ik probeer de zin hoeveel het water gaan proberen eruit te krijgen. Oh, nou. Bij mij doe het niet in de buurt van het toetsenbord. Weggedeld. Handig, Lisa. Handig. Nou, dit is alles jouw. Zo meteen echt handen wassen. Nou, wat ik altijd doe. Ik doe altijd de laatste tupje op. Echt, je moet echt even vies handen kunnen. Nu stinkt de borg naar verf. Wat ik soms doe. Dus ik pak opnieuw een laagje. Die rol ik een klein beetje op als een bolletje. Doe ik erop. En dan pak ik bijvoorbeeld een
parfum die ik lekker vind. Ik gebruik hier even cool water. Het is zonde, ik weet het, maar ik krijg wel wat leuks terug. Deze lijkt namelijk heel lekker en ik vind het ook wel geschikt bij deze. Eerst even een beetje water. Nu had ik gewoon het resterende water eruit. Nou, wat ik nu ga doen, is erin spuiten. Dit weer even laten trekken ook. Nu heb je letterlijk een cold water sky bottle. Die heerlijk ruikt. Dan zeg je dicht doen. Voorzichtig drukken en haal hem boven dit. Nou. Oh. Ik heb dat even goed zetten. Dat wil ik niet doen. Nou, ik heb dus dit. Sky Bottle Water. Echt, hoe die eruit komt zien, dat verschilt gewoon per flesje. Maar we hebben dus deze dus. Nou, ik ga eerst al het troep opruimen, rondom mijn handen schoonmaken. Ik hoop dat jullie wat van hebben kunnen begrijpen. Wil je toch nog misschien een stap voor stap foto's? Zet het dan in de reacties en ik zal ervoor zorgen dat ik via welke manier dan ook kan zorgen dat jullie een stap voor stap foto krijgen. Hoe dan ook, hartstikke bedankt voor het kijken. Like en mijn kanaal en zie ik je volgende keer weer in misschien weer een nieuwe craft video. Zoals altijd, merk ik altijd. Laters!